16 maart 2016, we zijn bij de persconferentie van Arvato Bertelsmann. Arvato Bertelsmann, een bedrijf waar niet één vestiging van is, heb ik begrepen. Er zijn er meerdere, ook zelfs in deze regio. Wat is de oorsprong van het bedrijf? Arvato Bertelsmann is een bedrijf wat reeds heel lang bestaat. Oorspronkelijk een Duits bedrijf, sterk gericht op media. Maar wij doen ook services voor al onze klanten. Wat in de breedste zin van het woord kunt oppakken. Dus het gaat van callcenter tot logistieke activiteiten. En met name die laatste activiteiten zullen we ook vanuit deze locatie uitvoeren. Het terrein is 29 hectare groot of 25 hectare groot. U hebt 30.000 vierkante meter nu in bedrijf. Is dat het einde? Kunt u daarmee doen of zijn er nog heel andere plannen ermee? Nee, dat is zeker niet onze bedoeling om dat het einde te laten zijn. Een van de belangrijkste redenen waarom we hier gekozen hebben is dat we uitbreidingsmogelijkheden hebben. En wij kunnen dit magazijn met minimaal nog 40.000 vierkante meter uitbreiden. En zien er ook al reële kansen toe om buiten de 30 die we nu hebben gebouwd, om daar verder in door te gaan. Zijn er al plannen in die richting? We zijn er concreet mee bezig om daarover na te denken. En concreet met partijen aan het kijken wat dat betekent en wanneer we dat kunnen realiseren. Dus daar zijn we echt concreet mee bezig, ja. In een ruimte van 30.000 vierkante meter kunt u nogal wat opslaan. Kunt u wat preciseren wat hier opgeslagen wordt en gedistribueerd wordt? Kan ik verder preciseren. Er zijn drie belangrijke takken voor Arvato. Dat is één de high-tech industrie. Die is heel belangrijk voor ons. Dan is er healthcare en consumer products. Dat zijn de drie categorieën waarin wij klanten zullen bedienen vanuit dit magazijn. Werkgelegenheid is natuurlijk voor Noord-Limburg een hot item. Hoeveel mensen kunnen hier aan het werk gezet worden? En kunt u ook inschatten van hoeveel kader en hoeveel mensen op de werkvloer? Of is het een gerobotiseerd bedrijf? Om te beginnen met de laatste vraag, gerobotiseerd. Wij werken uiteraard met de meest efficiënte technieken om onze activiteiten uit te voeren. Maar wij zijn en blijven een servicebedrijf, waardoor we heel veel mensen nodig hebben die ons supporten om onze klant weer te helpen. De eerste 30.000 vierkante meter zullen in piek zeker 500 medewerkers bij ons aan de slag zijn. En voor ons heel belangrijk om te zorgen dat we goede mensen daarvoor vinden. Dat is ook een van de redenen geweest dat we voor deze locatie hebben gekozen, omdat we denken dat we die hier kunnen vinden. Dus mensen die hier aan het werk komen, moeten ze zowel bovenaan als onderaan gekwalificeerd zijn in een bepaalde tak? Nou, ik denk ons grootste deel van onze medewerkers zijn warehouse-medewerkers. Die de assembly-activiteiten doen, de truck-activiteiten doen, de order-pick-activiteiten doen. Dat is ver uit de grootste tak. En dan zijn er een aantal takken rondomheen met administratief werk, de leidinggevende, die ook de operaties ondersteunen. Dat is een beetje de breedte van het pakket aan werkgelegenheid wat we bieden. Als je kijkt wat u nu gaat bedienen, hoeveel bedrijven gaat u bedienen van hieruit? Kunt u ongeveer een schatting van geven? En zijn het wereldwijd bedrijven of is dat alleen Europa? Arvato is typisch een bedrijf wat wereldwijde klanten bedient, internationaal grote klanten. Het kan ook verschillen per wanneer we welke klanten bedienen. Daar zit gewoon een verloop in. Zeker als je hier meerdere jaren zit zoals wij dat graag willen. En het type bedrijf heb ik eigenlijk al iets over gezegd met high-tech, healthcare en consumer products. Er zit ook een vestiging in Venray. Is het de bedoeling dat die dadelijk nog samengevoegd worden, geconcentreerd op één plaats? Het zij hier, het zij Venray of wat? Of zijn het totaal verschillende bedrijven? Nee. Hoort absoluut bij dezelfde unit. Zijn supply chain activiteiten binnen Nederland, dus absoluut dezelfde unit. We hebben twee magazijnen op het moment in Venray waarvan we er één zullen sluiten. Dat zal op korte termijn gebeuren. Die activiteiten zullen elders in Nederland voortzetten. Dus die zijn al verhuisd. En de andere activiteit is nu tot nu toe voorzien dat we die doorzetten in Venray. Die mensen die daar nou bij het gesloten unit horen, hebben die nou een kans dat ze hier in Heijen terecht kunnen? Die mensen die zijn zeer waardevol voor ons. Die hebben een heel aantal jaar voor ons gewerkt. Die kennen Arvato, die kennen onze systemen, die kennen onze business. Die zijn hier al aan het werk over voor het grote gedeelte. Maar dan moet ik ook zeggen dat niet een hele grote groep is. Dan heeft u het over maximaal 25 mensen die over zijn gekomen. De reden dat u hier in deze vestiging gekozen hebt voor Heijen, heeft dat ook te maken met de infrastructuur in deze omtrek? Ja, ik denk dat in het algemeen Noord-Limburg gewoon heel interessant is voor logistieke activiteiten.
En of je dan in Venray zit of Gennep met 10 kilometer, 20 kilometer verschil maakt niet zo heel veel meer uit. Uiteindelijk gaan de producten heel Europa over. Dus Noord-Limburg is belangrijk. Dan zijn er hier, we kijken hier uit op de snelweg. Dus dat is heel belangrijk. Een inland terminal in de buurt, dat zijn belangrijke zaken voor ons om hier te kiezen. Is er vanaf de bedrijventerrein een directe aansluiting op de A77? Hij is niet direct in die zin dat je gelijk bij ons terrein oprijdt. Maar goed, laten we zeggen dat hij 500 meter is. Ik zou zeggen dat hij heel dichtbij is. De wegen die hier rondom liggen, zijn die zo heel erg breed? Zijn die wel geschikt voor, ik denk dat dat allemaal vrachtwagens zijn die hier naartoe komen. En hoeveel bewegingen zijn dat per dag? Denkt u dat dat goed gaat lukken? Nou, ik denk dat de wegen ook veranderd zijn. Kijk, als je hier buiten kijkt, de belangrijkste toegangsweg tot ons magazijn is onlangs verbreed. Wat meer ruiten geeft voor vrachtwagens. Wij zijn een bedrijf wat te maken heeft met vrachtwagens, dus er zullen stromen zijn. En daarom is die weg ook breder gemaakt om daarvoor in te voorzien. Hoeveel bewegingen van vrachtwagens zult u hier hebben per dag, denk ik? Ik vind het, we hebben natuurlijk maken met flexibele stromen, maar als je naar gemiddelde kijkt, dan verwacht ik ongeveer 70 vrachtbewegingen per dag. En dat is dan een gemiddelde. Werkgelegenheid, is er nog ruimte hier of heeft u alles al zover naar buiten gebracht dat het al bekend is hoeveel mensen hier komen te werken? Nou, ik denk de aantallen wel, maar ik denk dat wij zullen blijven werven. Dus mensen zijn altijd welkom om bij ons te solliciteren op www.werkenbijavater.nl. Er staan onze vacatures en ook links naar andere sites. Dus mensen zijn van harte welkom om zich bij ons aan te melden. Ik denk dat het niet tegen dovemans oren gezegd zal zijn in deze regio. Dus, dat er werkgelegenheid die biedt beslist ingevuld gaat worden. En ik neem aan dat er ook van over de grenzen, zowel de provinciegrenzen als de Duitse grenzen, werkgelegenheid aangeboden wordt. Oh, wij kijken niet zozeer naar waar mensen vandaan komen. Uiteindelijk is het voor ons belangrijk dat mensen de werkzaamheden kunnen doen. En vooral ook dat mensen gemotiveerd zijn om deze werkzaamheden te doen. Dat ze er zin in hebben en dat ook laten zien. En of ze dan uit Nederland, de regio of Duitsland komen, is voor ons niet zozeer belangrijk. Nou, ik wens u alle succes met dit bedrijf, want ik heb er alle vertrouwen in dat het ook heel goed gaat komen. Het ziet er allemaal fantastisch uit. En wellicht tot een volgende keer als u met uitbreiding geslaagd bent. Graag gedaan. Dankjewel.